Hey opa, kan je de volgende keer een paar grapefruits voor me uitpersen? Met alle liefde. Het is veel beter, zeggen ze. Beter dan wat? Sinaasappels. Wat is dat dan voor onzin? Weer wat nieuws. Ja, in sinaasappels schijnt de stof te zitten waar je sneller van verzuurt. Oh, dan is dat. Nou begrijp ik waarom jullie elke ochtend met zo'n zuur gezicht aan mijn ontbijt zitten. Dat is helemaal geen ochtendhumeur. Dat is dus mijn sinaasappelsap. Zeg. Nee, het schijnt echt waar te zijn hoor, opa. Ja, durf je nog of zal ik hem erop drinken? Nee, dank je. Heerlijk. Zo werkt het nou ook weer niet. Sinaasappels zijn natuurlijk ook al goed, maar crayfoods hebben gewoon minder zuur, heb ik gelezen. Wat ze toch al niet verzinnen om die rotblaadjes vol te krijgen, hè? Vooral de vermagingsdiëten. Aardbeien-kiwi-dieet, yoghurt-dieet, het linksomdraaiend kwark-dieet. Wat doe jij? Het fruit-dieet, opa. Aha. Tot 12 uur alleen maar fruit. Ja, probeer het nou ook eens. Het is hartstikke lekker en het werkt echt. Spaar me. Oh, nou, als het nou werkt. Nee. Jij wordt van elk dieet altijd zo ontiegelijk zuur. Daar kunnen mijn sinaasappels niet tegen op. Oh, nou, dat doe ik niet. Bak ik lekker een paar eieren met spek voor mezelf. Hey, Rick, het is 8:15. Zie nou alsjeblieft eens een keer op. Waarom wij nou nooit eens één keer normaal, rustig met elkaar kunnen ontbijten in dit huis, hè? Ja. Maar jij krijgt geen sinaasappelsap meer. Chagrijn. Zeg, opa, kan je me gauw even helpen? Ja, waarmee? Goedemorgen, opa. Goedemorgen, Rick. Waarmee? Ik wou je plakspullen even lenen, want mijn band is lek. Mijn band is lek. Moet je er nou uitgerekend nu mee komen? Tijdens de ontbijtspits, dat wist je toch gisteren ook al. Ja, maar toen was je op stap met tante Do, dus ik dacht, ik sta gewoon een beetje vroeger op. Ja, en dat is die vergeten. Lachen, Annabol. Nee, hey, opa, we moeten echt even... Zeg, kijk een beetje uit. Ik ben nog veel te laat. Ja, neem me vooral niet kwalijk. Ja. Ken je even, chef? Maar natuurlijk, en het nog laten liggen ook. Kan ik het weer opruimen? Pink, wacht eens. Wat is er? Heb ik rood? Nee, je bent gestoopt. Ah, zie je nou wel. Ik voel hem al zo op bij Marie vanmorgen. Ja. Even kijken of er post is. Hey, Doos. Ja. Gaat je ogen witte van die verwonde. Ja, je bent een schat. Kijk nou eens, zeg. Jij hebt een kaart gekregen van John Collins uit Los Angeles. John Collins, ja. Voor mij. Ja. Uh-huh. Mm-hmm. Van Nettie de Boer. Zo, hé, madame zit in Hollywood. Nou, zeg, dan heeft ze het wel gemaakt, zeg. Gek, ik vond haar nooit zo'n goed actrice. Dat is ze ook niet, ze is alleen op vakantie, idioot. Hier, en hier een brief van ene Joke. Joke wie? Gewoon, Joke. Ik ken geen Joke. Is fanmail. Nou, joh, er is geen beginnen aan. Plak een keer wel vergeten, Rick. Die is zo lekker zijn mandje. Moest kijken, daar. Niks, joh. Shit, wat moet ik nou? Ja, gewoon een nieuwe binnenband kopen, lijkt me. Ja, daar heb ik nu toch niks aan? Ik moet naar school. En dan kom je wat later, zeg je dat je een lekker band had. Nee, dat is niks. Dat is niks. Dat is het mooiste excuus wat er is, jongen. Dat geloven ze nooit. Ah, nou ja. Weet je wat, als je er nou toch last mee krijgt, schrijf ik wel even een briefie. Dat heb je gisteren al gedaan. Wat zeg je? Ja, ik had die rotband gisteren al en toen heb ik maar even dat briefje voor jou geschreven. Oh, hartelijk dank, Rikbol. Ja, dan weet ik het ook niet meer, hè. Je komt er wel uit. Dag, jongen. To do, did, done. To drive, drove, driven. Heerlijk, pa, dankjewel. Is Rick al naar school eigenlijk? Nee, die staat een band te plakken met je vader. Ik begrijp niet waarom in dit huis alles altijd op laatste moment moet gebeuren. Net zoals het leren van de onregelmatige Engelse werkwoorden. Weep, wept, wept. Wept. Nou, die band is naar de Filistijnen. Ja, dat is ook geen wonder als je ziet hoe die gasten die stoepen op aan afrossen. Is dat wat voor mij? Nee. Nou ja, jongens, wat ik nou toch lees, het is echt verschrikkelijk. Wat is er? Moet je wat betalen? Nee, het is veel erger, pap. Moet je horen. Beste lezer, haakjes S. Ja. Dit is een geluksbrief. Je hoeft geen geld over te maken zoals bij andere kettingbrieven. Dit gaat puur om het aanbieden van positieve energie met de daaraan gekoppelde geluksvorm. Ja, het doe, Anna. Kijk nou alsjeblieft een klein beetje uit, hè. Dan moet je eventjes een beetje over je linkerschouder gooien, anders krijgen we bezoek. Nou, ik dacht dat zout was. Nee, zout is ruzie. Ja. Doe het nou even. Ja, nee, mam. Ik doe niet mee aan die onzin. Lees nou maar verder. Geluksvorm. Laat mij eens kijken. Geluksvorm. Het origineel bevindt zich nu in Nieuw-Zeeland. Deze komt uit Venezuela en werd geschreven door Saul Anthony de Groep uit Zuid-Afrika. Hij is 9 maal de wereld rond geweest en nu is het geluk jou ten deel gevallen. Nou, gefeliciteerd, schat. En wat heeft ze gewonnen? Wacht nou even, lees eens door, Paul. Als je deze brief 20 keer kopieert en binnen 96 uur naar 20 vrienden stuurt, zal je het grote geluk binnen 4 dagen ontvangen. Het grote geluk heb je toch al lang ontvangen? Mwah!
Ja, verbreek je echter deze ketting, zal een verschrikkelijk ongelukje pad kruisen. Oh, dat ken ik. Ja, een meisje uit mijn klas, hè, die had ook eens een keer zo'n brief gekregen. Ja, toen was ze helemaal vergeten om er iets aan te doen. Nou, toen overleed haar opa. Zie je nou wel? Hou nou op alsjeblieft. Ja, haar opa was al 92 en al maanden zwaar ziek. Oh, hier staat er nog een. Hier staat er nog een. Scott Verrecroft uit Illinois kreeg deze brief op 2 mei 87. Geloofde er niet in, legde de brief terzijde. Nog diezelfde week reed hij zijn auto tot los. Hij zelf mankeerde niet veel gelukkig, maar... Neem me niet kwalijk. Maar toen ze hem uit het wrak hadden gezaagd, heeft hij onmiddellijk die brieven alsnog verstuurd en won hij de 100.000. Oh, ik vind het helemaal niet om te lachen. Ik vind het doodeng. Mams, ga nou uit. Zeg, doe me nou een plezier. Je gelooft die flauwe cult toch niet, Simone? Doe me nou lol. Ik weet het niet, pa. Er is meer tussen hemel en aarde. Ja, lieve kind, we weten dat je bijgelovig bent. Dat schijnt er nou eenmaal bij te horen als je actrice bent. Maar deze hysterische flauwekul hoort in de afvalemmer, hè? Ja. Dit is geestelijke vervuiling. Ja, tuurlijk. Stel je voor. Ja, ja. Zo. Ja. Wat is er? We wachten op jou. Oh. Ja, natuurlijk. La, 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 la. Ja. Zo. Stel je voor dat je nou de straat oversteekt en een ongeluk krijgt. Pa! Opa. Willem. Bedankt. Heb ik wat verkeerds gezegd? Wel, nee. Fik, ik breng je even naar het station. Mij overkomt helemaal niks vandaag. Nee. Dag. Dag. Nou, waar staat de auto eigenlijk? Voor te lang. Hoe gekker, vroeger kon je hier toch overal in de straat parkeren? Ja, nog even, de stad zit gewoon vol. En wat doen we dan? Verhuizen. Briljant. Ze zijn vast heel blij met jou in Brussel. Is ze? Een ladder, Fik. Niet onderdoor lopen, dat brengt ongeluk. Simone, dan maak je het echt te gek, hoor. Hè? Als je onder een ladder doorloopt, moet je oppassen dat er geen rotzooi bovenop je valt. Of dat je tegen de ladder stoot, zodat degene die erop staat naar beneden dondert. Maar er staat niemand bovenop, zie je wel? Dus, valt er ook geen rotzooi op je. En dondert er ook niemand naar beneden. Daar staat de auto. Ik ga dus gewoon rechtdoor. Ga je gang. Ik niet. Kun je niet uitkijken, chauffeur? Stap zo maar een keer de weg op. Dat is een varen om ongeluk, hè? Fik! De brief. Ik ga hem uit de vuilnisbak nee, halen. Nee, want dan mis ik mijn trein. Ja, kom maar, ga nou mee. Nee, niks te maar. Als die brief nou geen onzin was, dan had hij maar jou doodgereden. Fik! Ja, maar nu stopt hij nog net op tijd. Dus jij hebt alle geluk van de wereld gehad. Kom mee, kom mee. Zo, nou. Willem, zullen we dan ook maar eens gaan? Waar naartoe? Boodschappen doen. Ja. Zo, voor het vergeet, heb je nog iets voor de stomerij? Nee, wacht nog even, Harry. Alsjeblieft, niet zo drammen. Huh? Geef mij nog een bakje koffie en neem er zelf ook een. Oh, maar natuurlijk, meneer. Dank u zeer. Dank u. Ja, dat vind ik altijd het lekkerste moment van de dag, weet je wel. Het moment dat die hele bende is opgedonderd en dan een lekker bakkie en een lekker krantje, dat vind ik heerlijk. Ga hem even zitten, joh. Ja, ja. Wil jij ook een stukje krant? Ja, ja, ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Maar niet alleen het voorblad, hè? Want nou, wat daar staat heb ik gisteravond al horen voorlezen bij mijn betoog op morgen. Hier, daar. Ja, ja, ja. Stewardessen. Achter in de pantry liet Saskia zich lekker pakken door een passagier. Aha, ja, ja. Wat zeg je nou? Tijdens de gym heeft juffie een strak wit broekje aan. Je ziet alles. Welke school is dat? De buurvrouw loopt graag naakt door het huis. De bel gaat. Jij komt binnen voor een klusje. Zij bukt. Grieks. 75 cent per minuut. Dat staat er. Staat dat gewoon in de krant? In het ochtendblad. Wil jij in mijn broekje? Hé, Willem, hou op! Bel dan 062. Ja, 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 ik, ja. Weet het, ik weet het nou wel, zeg. Staat ja. dat gewoon in de krant staat. Ja. En dan maak ik me nog zorgen over de opvoeding van mijn kleinkinderen. Ja, maar het is natuurlijk wel veilig vrij, hè, zo voor je de telefoon. Zeg, en dan maar voor 75 cent per minuut. Wat doe je dan? Zit je die viezigheid uit te knippen? Ja, voor Anna. Voor Anna? Ja, die is bezig met nog een paar meiden uit de klas. Aan een project, de moderne vrouw en de seksuele revolutie. Ah.
Vroeger hielden de meisjes spreekbeurten over wat gebeurt er in en om de boerderij. Oh, dan heb ik hier nog een hele mooie. Ilona glipt samen met haar bloedmooie vriendin de stal in. Hè? 1 gulden per minuut, verrekt, is een kwartje duur. Dat zal me wat zijn. Papperlapap, zullen wij eens even gelijk gaan bellen? En nee, Willem, hou nou toch op, zeg. Ik word zo intens treurig van dat soort dingen. Op deze manier degradeert men de liefde tot het uit de muur trekken van een kroket. Hé, hey, Rick. Nieuw fiets? Nee, van mijn moeder. Mooi karretje. Met versnellingen. Ja, maar die gebruikt ze nooit, want ze weet nog steeds niet hoe ze moet schakelen. Ga je mee? Ik moet nog even naar de fietsenmaker. Nee, ik heb beloofd om meteen uit school naar huis te komen. Maar misschien kom ik vanavond even langs. Ja. Oké. Okay. Hoi. 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 Is die al klaar? Hoi. Nee joh, kom nou. Ik sta hier maar alleen. Joop is met vakantie. En alleen aan het binnenbandje heb je niet genoeg. Daar moet ook een buitenband om. Oh, balen. Ja, je moet ook niet zo die stoep op en afscheuren. Het is geen mountainbike. Kom maar even mee naar binnen, ja. Dan kan je gelijk een band uitzoeken. Ja, oké. Okay. Hey, rotzak, kom terug! Hey, kom maar! Hey! Shit! Hongaars recept. Zuurkool gestoofd in de witte wijn. Met pepertjes en stukjes spek afmaken. Met crème fraîche en laten pruttelen. Zo. Nou, dat klinkt niet gek, Henri. Maar er hoort toch hoop ik wel een aardappeltje bij, hè? Dat ik niet voor de katse viool zit te schillen. Natuurlijk, en worst. En kijk eens even hier. Ja. Een fazant. Toe maar, en dat op een gewone dag, zeg. Ja, ik was zo mis vanmorgen, hè, van die krant, hè. Ja, ik dacht, ik laat me er niet onderspitten. De beuk erin. Hallo, schatten. Zo, leef jij nog, dag boffen. En hoe? En geen afschuwelijke ongelukken je pad gekruist, zoals beloofd. Wel, nee, integendeel. Johan kwam niet opdagen, dus ik kon ook nog een uur eerder naar huis. Nou, zo'n kettingbrief kan je dus ook al niet meer vertrouwen. Nee. Ach, dat stelt toch allemaal niks voor, zegt die onzin. Hallo, opa's. Dag, mam. Dag, meisjes. Ja, hier in de thermoskannen. Zeg, en hier zijn de aardappels misschien nog vrijwillig de som aan te wijzen om even mee te schillen. Nee, opa. We laten ons niet terugduwen in de oude rolpatroon, hè. Sorry. Ja, nee, maar dat begrijp ik, hoor. Neem alsjeblieft niet kwalijk. Ja, ik wil je best wel even helpen, ja, meneer. Kijk ook. Nee, maar ik wil niet dat jullie er last mee krijgen. Oké. Ja? Fijn aardappelschillen. Hey! Wat is er? De suiker van vanmorgen. Bezoek. Het klopt. Anna die morste vanmorgen suiker, hè? En ze wilde het niet over de linker schouder gooien. Nou, je ziet het. Een hele tafel vol. Hey, mam, het had al weken geleden afgesproken, hè, opa's? Wij waren op de hoogte. Maar dan is het gewoon andersom, omdat zij nu op bezoek zijn. Heeft Anne vanmorgen suiker gemorst, dat kan toch ook? Ja, kijk, alle geheimzinnige krachten in de kosmos, die houden verbond met elkaar. Oh, dat is goed dat ik daar even over begin, want ik heb voor jullie wat van die advertenties, die contactadvertenties uitgeknipt. Oh, te gek, hè, opa. Oh ja, de seksuele revolutie. Zeg, als jullie nog eens een echte revolutionaire kunnen gebruiken, houd me aanbevolen. Nou. Ja, mam, zo kan het weer, hè? Ik meen het. Ik was een van de eerste die de pil gebruikte. Ja, maar hem ook wel eens vergat. Gelukkig. Ja, jonge dame, zo kan het wel weer, hè? Hier is een schaaltje krik als jullie nou eens naar boven gingen, hè? Hé, toe, Rick! Ik neem hem toch zomaar naar boven. Ben je boos, schat? Wat is er? Ja, mijn fiets is gejat. Oh, nee, hè? Verdomme, dat wordt toch te gek tegenwoordig, hè? Als je niet alle spijken vastzet, dan wordt het zo onder je handen weggejat. En ze worden ook steeds jonger, hè, die crimineeltjes. Nou, zo jong was die anders niet, hoor. Het was een 65-plusser. Ik zag hem wegfietsen. Een 65... Daar geloof ik helemaal niets van, zeg. Mijn generatie is opgevoed met respect voor men en dein. Nee, hoor, opa, dat is in tegenwoordig. Een oude man valt niet op als hij staat te posten. Ja. Ja. Ze laten oude mensen fietsen stelen en jonge blonde meisjes die smokkelen drugs uit Suriname. Hè, Anja? Ja hoor, zeg maar hoeveel kilo je hebben moet. Zo. Nee, jongelui, dat is helemaal geen leuke opmerking hoor. Nee. Nou, ik jat er wel een terug. Dat doe ik niet. Niemand hier in huis speelt voor eigen rechter. Behalve ik. Is dat begrepen? Het is allemaal de schuld van die rotbrief. Welke brief? Ja, die kettingbrief van mama, die ze had moeten versturen, maar ze heeft hem weggegooid. Sorry hoor, Rick. Ik ben best gevoelig voor dat soort dingen, dat weet je. Maar ik zie niet in wat jouw fiets met mijn brief te maken heeft. Het was jouw fiets. Wat zeg je nou? Mijn nieuwe fiets? Nou, de mijne staat nog bij de fietsmaker. Oh.
Simone. Wat doe je nu? Ja, en jij helpt mij kopiëren. Kom mee. Oké, geef me op. Ga ik wel even naar de kopiëretten. Niks kopiëretten. Deze brieven moeten met de hand geschreven worden, anders werkt het niet. Kijk maar. PS, de brieven moeten eigenhandig geschreven worden. Sorry, dan moet je het toch zelf doen. En jij neemt er ook 10 voor je rekening. Eigenhandig zeg je net, dus als ik het doe, werkt het niet. Dat risico neem ik. Mag ik deze boeiende discussie misschien even onderbreken? Heb je je wel afgevraagd aan wie je deze 20 brieven gaat versturen? Dat lijkt me iets meer probleem dan het kopiëren. Nee. Je huisgenoten zijn van deelneming uitgesloten. Tante Doda. Oh, zeg, doe maar alsjeblieft de lol. Nee, die zeker niet. Die gelooft heilig in die Koene Goene. Als die zo'n brief krijgt, wordt ze helemaal een mataglap, zeg. Nee, je moet echt heel goed uitkijken wie je met die ellende opzadelt. Ja, hele huisgezinnen zijn er door ontwricht. Ach, jullie nemen me niet serieus. Nou, jou wel, maar die brief niet. Nou ja, ik zie wel. Ik heb zoveel vrienden. Vrienden? Maar lieve kind, dat stuur je toch niet aan je vrienden? Daar doe je je ergste vijanden niet aan. Hey! Willen jullie misschien een exemplaar? Dan doen we maar. Nee, echt jij ook niet? Zullen wij eens gaan beginnen, Anna? Ja. Lafaards. Als ik de 100.000 vinden, krijgen jullie ook niks, hoor. Simone Buis? Politie? Och, dat is snel, zeg. Ja, natuurlijk, goed. Inderdaad, ja, over geluk gesproken, ja. Ja, dank u wel. Goedemiddag. Wauw, ze hebben mijn fiets gevonden. Het is het fietsbureau, ja. Die agent zegt dat het een wonder is dat ze hem zo snel gevonden hebben. Ja, dat komt 1 op de miljoen keer voor. Ik heb onwijs veel geluk gehad, mama. Ja, je hebt gelijk. Hupsakee. Zeg het ermee. Oké, mama. Goed zo. Nou, mijn moeder is echt zo bijgelovig als de pieten. Die gaat wel helemaal uit de dak van een open paraplu in huis. Ja, of schoenen op de tafel. Of je hebt een open paraplu in huis. Dat betekent ongeluk. Ja. En als je in een gebroken spiegel kijkt, dan heb je 7 jaar ongeluk. Wow. En schoenen op tafel. Armoede. Armoede. Waarom armoede? Ja, oké, maar dan nou even serieus, hè. Nu even de plaats van de vrouw in de seksuele revolutie. Hoe zullen we beginnen? Nou, gewoon met de inleiding. Waarom we het onderwerp hebben gekozen? Ja, omdat we vrouwen zijn natuurlijk. Ja, hè hè. Omdat we vrouwen zijn en omdat we seks helemaal te gek vinden. Ja, maar dat kan je toch niet opschrijven, joh. Doe niet zo gestoord. Maar waarom niet? Daar gaat het nou juist om. Dat je erover praten kan. Ik heb ergens gelezen dat het de vrouwen zijn die de seks bespreekbaar hebben gemaakt. Dat is waar. Mannen praten er niet over, die doen alleen maar. Nee, en de vrouwen lagen op hun rug en hielden hun mond. Toch ook niet allemaal. Nee, ja, toen wel, maar nu niet meer. Nu durft de vrouw tenminste te zeggen wat ze lekker vinden. Dat durf ik helemaal niet. Ik ook niet hoor. Als je dat doet, dan ben je meteen een slet. Ja, maar die jongens vinden het niet leuk ook als je zegt van... Nee, dat moet je niet zo doen. Nee, dat vind ik niet leuk. Dan raken ze meteen helemaal in de war. Oh, dat vind ik een goeie. Ja. Ja, want zij weten hoe je vrijer moet. En als je zegt dat ze het niet goed doen, dat ze het zo of zo moeten doen, dan slaan ze meteen helemaal op tilt. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, ik vind het niet over onszelf moeten hebben eigenlijk. Ja, ik wel. Anders blijft het gelul in de ruimte natuurlijk. Nou, daar wil ik helemaal niet over praten. Ben je preuts of zo? Nee, maar ik vind gewoon dat jullie daar helemaal niks mee te maken hebben. Hoi. Hallo. Dave. Hoi. Hallo. Hallo. Meneer. Zo, en hoe gaat het? Komen jullie er een beetje uit? Nou, we zijn net begonnen. En hebben jullie nog iets aan een wilde meid uit de jaren 70? Mam, wat hou je nou in? Oh ja, sorry. Wat was voor u nou de belangrijkste ervaring uit die tijd? Oeps. Ja, gooi wel meteen de beuk erin, hè? En ik moet nog eerlijk antwoorden ook? Ja, hè, tuurlijk. Anders hebben we er niks aan. Opgeronde verhalen kunnen we zelf wel verzinnen. Oké. De pil. Ja. Ik voelde me plotseling heel vrij. Ik dacht, vanaf nu kan dus iedere vrouw zelf beslissen of ze zwanger wil worden of niet. En de geslachtsziektes hebben ze ook al onder de knie, dus wat kan mij nog gebeuren? En als ik dan later een dochter krijg, dan hoeft die niet zo in de zenuwen te zitten als ik vroeger. En dan kan ze vrij en blij met seks omgaan. Maar ja, dat heeft dus niet eens 25 jaar geduurd. Ik bedoel, seks is gevaarlijker dan ooit geworden. En je moet nog voorzichtiger zijn dan in de Victoriaanse tijd. De revolutie heeft haar eigen kinderen opgegeten, ja. Sorry hoor. Wat een somber verhaal, hè? Ja. Nou ja, het is nou in ieder geval wel allemaal bespreekbaar geworden. Ja. Vroeger kreeg iedereen zo'n hoofd als het woord maandverband viel. En nou word je er op de ster mee om je oren geslagen. Is mama hier? We hebben je fiets gehaald.
Oh, te gek. En hebben ze de dief eigenlijk ook gevonden? Ja. Mooi. Dat is te zeggen, ja, het was een oude man, weet je wel. En ik kon niet zo goed fietsen eigenlijk. Maar jij kon hem niet eens inhalen. Nee, hij was de hoek al om, maar hij kon gelukkig wel zwemmen. Zwemmen? Wat heeft dat er nou mee te maken? Hij is met fiets en al de singel ingedonderd. God. Helemaal niet dat god. Eigen schuld, dikke bult. Nou, hij is alleen een beetje verkouden hoor, verder heeft hij niks. Zo, ik gun hem een goede griep. Op zijn minst. Misschien wel meer. Oh nee. Is dat mijn nieuwe fiets? Ze hebben wel lang moeten dreggen. Och. Nou zeg, jij hebt waanzinnig veel geluk gehad, zeg. Ach, lach niet. Wat ga je doen? Hey. Oh, oh, oh. Hey, Simon, doe eens je kinderen. Wat doe je? Dit. Nee joh, dat heeft er geen Thank you.